Ik heb echt mijn, mijn bedrijf te danken aan de support van al deze vrouwen. Daar krijg ik ook helemaal vlinders bijna van in mijn buik. Dat ik echt zin heb om daarmee te gaan, uh, gaan knallen. Monika Geuze, Romy Boomsma en Naomi van As, die vegen hun vieze voeten af aan het product van mijn gast. En ze zijn niet de enige. Het ondernemersverhaal van Sofia Tienstra nu hier op CVD-TV. Sofia ja, van harte welkom. Dat is wel een redelijk cryptische opening. Want wat is jouw product? Ik verkoop luxe deurmatten, design deurmatten. Design deurmatten. Ja. Dat is nou niet het eerste waar je aan denkt, toch? Nee, ja, misschien niet. Ik weet wel dat ik het idee had en dat ik dat dan vertelde toen ik ook nog werkzaam was als marketeer en met. Ja. Moesten mensen ook altijd een beetje lachen van de deurmatten? Ja. Um, maar ja, enerzijds is het wel heel, ja, het past heel erg bij interieur en iets ontwerpen wat, wat heel erg bij mij past, iets moois maken. Ja. Um, dus ja, het voelt voor mij helemaal niet zo onlogisch. Ik, had zelf, ik dus zo, zo vaak, ja, had zelf een deurmat nodig. Ja, precies. Dat is ook zo vaak. Ik had een deurmat nodig en ik dacht ik wil een deurmat op maat en iets moois. En het was ik hoog zwanger. Waren we net bij verhuis in Amsterdam naar naar de begane grond. Ja. En toen dacht ik dit is er niet. En ik was al zo lang eigenlijk altijd wel met een droom van ik wil ooit een product gaan verkopen. Maar ja, dan moet je wel iets hebben waar je 100% achter staat. Waar kwam, dat, waar kwam die drang? Van wat straks meer over je, zeg maar, je voorgeschiedenis? Ja. Waar zitten een aantal interessante elementen ja. in, vind ik. Maar ho, hoe zo die gedachte van ik wil een product op de markt nou, zetten? ik kom echt uit een ondernemersfamilie. Dus mijn, uh, mijn oom is ondernemer mijn moeder had met haar sussen met mijn tante een sportwinkel. Dus ik ben als kind af aan al in de sportwinkel opgegroeid. Mijn moeder en mijn familie was eigenlijk altijd aan het werk. Mijn echt? opa werkte er ook vrijdagavond. Dus ik hield mee stickeren, dozen uitpakken. Um, dus ja, die ondernemersmentaliteit heb ik echt met de ja, met paplepel ingegoten gekregen. Mm. Dus ik wist altijd al dat ik mijn eigen, ja, mijn eigen bedrijf zou starten. Als klein meisje. Maar dan kun je de dienstverlening ingaan of consultie, of weet ik wat. Je nou, hebt maar dat heb gedaan, ik dus hè? heel lang gedaan. Ja. Ik heb heel lang gewerkt als ZZP'er. Um, ook als ondernemer, maar dat is wel achteraf gezien echt een ander bepaald type ondernemend zijn. Ja. Um, maar ik heb toen, ja, het, ik was dus als marketeer bezig, maar ik heb altijd de wens gehad van ik zou heel graag iets willen verkopen ding. Ja, en toen ik dus toen ook een idee had van, oh, een winkel. Toen voelde het helemaal nostalgisch. Je oh, hebt ja, inmiddels ook een winkel, winkel, toch? Ja, de eerste concept. Een beetje zorg. in de voetsporen getreden van. Ja, het een beetje ja zo. en toen dacht ik ook van, nou al uh, oh, lukt het niet? Want we waren op zo'n turning point, dat ja, is wel een grote investering. Maar ik dacht, als ik het volgend jaar niet met gemak kan betalen, dan is het plan niet gelukt. En toen dacht ik, ja, al oh, lukt het niet met de mat, dan ga ik er wel iets anders in verkopen. Want hoe leuk om een winkel te hebben. En dat hm. is een beetje hetzelfde van als je nu de staatsloterij wint en je hoeft nooit meer te werken. Dan zou ik het alsnog heel leuk vinden om een winkel te hebben en uh, mensen in mijn winkel te ontvangen. Wat is daar zo leuk aan? Ik hou heel erg van het contact met de mensen. Het, het praten. Uh, ja, ik, ik hou heel erg van in mijn werk combineren met, met gezelligheid. <laughs> wat? Maar er gaan heel veel winkels failliet, hè? Ja. Uh, wat zou je advies zijn? En al die winkeliers die het nu. Want je, je brengt, ik zie de schittering in je ogen bij ja. hoe tof je het vindt. Ja. En tegelijkertijd zie, kijk ik naar nou, de winkelstraat. De, en de denk, grap is, de me, mensen vragen ma, vaak aan mij hoe gaat het met je winkel. En dan denk ik, ja maar mijn bedrijf is niet een winkel. Nee, nee. De winkel is gewoon een, een marketingtool die we hebben. Maar het is niet wie wij zijn. Alex Matte is een e-commerce bedrijf. En wij verkopen online een dienst. Uh, waarbij we steeds meer gaan uitbreiden in het aantal producten en het, de diensten die we aanbieden. Um, maar de experience en het even voelen en het zien en het kennismaken, dat kan in de winkel. Is dat meteen ook een les die de wat klassiekere ingestelde retailers kunnen? Want wat, dat, dat wat jij nu zegt dat een enkel en alleen een winkel hebben gewoon heel erg lastig is, maar dat het onder moet zijn, onderdeel moet zijn van iets breders? Ja, ik zou het altijd combineren met online. En misschien wel de focus online. Hè. Of je nou in heel Nederland bedient en in Europa. Mm -hmm. Of alleen de mensen in jouw dorp of in, in jouw uh, straat of gebied in de stad waar je woont. Ja, je kan online veel meer mensen bereiken dan natuurlijk alleen in één fysieke winkel. Yeah. Dus ik denk inderdaad dat als je niet het combineert met uh, online, dat het lastiger kan zijn. Maar ik geloof ook wel heel erg in de kracht van, de, zeker in een dorp... Van dat mensen er fijn vinden om naar een plek toe te gaan waar ze hun eerste baby kunnen laten zien. Ja. Of dat ze even een praatje kunnen maken. Ik geloof ook heel erg in, in, in de kracht van het sociale aspect van winkels. Mm. Mm. En ik, misschien is dat dan een, een combinatie die je beide moet hebben. Je moet een, ja. een meerwaarde toevoegen. Ja, het is heel lastig om goed geld te verdienen met de Ik loop wel zo lang van die winkels. En dan zie je daar zo'n klein boutique winkeltje waar ze, weet ik veel, chique pasta's verkopen voor een ja, tientje per ja, ja. stuk. En denk je denkt van je moet de huur betalen. Er staan twee mensen in. en Dus als je het echt als geïsoleerd ja. klein winkeltje... Ja, is het en ik best denk lastig. dat dat ook twee verschillende strategieën zijn. Ik heb een bedrijf en ik heb ja, hele grote doelen en internationale ambities. Ook wel eens vermoeiend, dat ik denk, waarom... Wil ik nou zo graag? Waarom zou ik niet voldoende hebben met Nederland? Maar dat, dat zit er gewoon in. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een winkel hebben ja. en als je daarmee je hypotheek en je vaste lasten kan betalen, dan is, het goed. Dan is dat ook goed. Ja. Dus meer is niet altijd beter, want de kans ja. dat je groter investeert en maar blijft investeren en dat het dan misgaat, ja, die kans is dan ook weer groter. Ja. Waar sta je nu met wat LX matten heet het? Hè? Ja, LX matten LX matten het is dus iets met luxe of zo. Ja, het is uh, uh, afgeleid van luxury matten uh, dus dat is een beetje de knipoog uh, naar LX en ik wilde een korte, sterke, duidelijke merknaam. Wat houden die pronounce het uh, matte in uh, Engels? Voor met. met. Um, Want je hebt over ambities en ja. internationaal. Dus ja. Er zitten natuurlijk twee beperkingen aan die namen. Eén, is super Hollands. En twee, het zijn matten. Nou, ik heb uh, bewust ook daarover nagedacht uh, aan het begin. Toen dacht, ik heb ook Polspotten natuurlijk. Een supermooi Nederlands merk die je internationaal ook verkoopt. En ik vind het juist aan IKEA bijvoorbeeld heel erg leuk... dat je al die Zweedse namen uh, uh, terugziet. Dus het, is niet, het hoeft niet voor de Duitse markt uh, uh, dezelfde titel te zijn... Mm. Uh, maar ik ben nu toevallig ben ik bezig met een tweede bedrijf. En uh, die titel heb ik wel meteen internationaal ingestoken. Want mijn, in de eerste week dat ik live ging met mijn website, had ik nog niet die internationale ambities zoals nee. ik dat nu heb. En wat is, die nieuwe, wat is dat nieuwe initiatief? Ja, daar kan ik nog niks over vertellen. Maar is dat iets met die auto, automatten? Ja. Ja, ja, ja. ja dan je ah, dat stel. je goed... Ik <laughs> ja. kan ja? ik niks over vertellen. Nee, maar... Maar ik klap meteen ja. uit de kerk. Is het iets met die automatten? Ja. Ja. Ik kan geen geheimen bewaren. Uh, Oké, okay. Alex Matten gaat in automatten. Ja, maar die hing al een tijdje in de die hing al in. En ik heb dat heel bewust. Ik, alles wat ik doe, uh, gooi ik ook gewoon de, het universum in. Ja, De ether in. Ja. En uh, kom maar op mijn pad. Um, en nog even over die naam. Daarna nam over bedrijven. Hoor. Ja. Maar het, het um, Want... Is het een beperking dat het... Uh, ik weet nog dat ik ooit uh, sprak, Jeff Bezos, toen nog een wat kleinere ondernemer... dat ja. hij bewust niet voor books.com had gekozen, maar voor Amazon. Ja. Omdat hij toen al de ambitie had om veel breder ja. te gaan dan alleen maar boeken. Ja. Uh, dat, dat is natuurlijk ook een nadeel van de naam Matten, toch? Heb ik, ook over na, heb ik ook over nagedacht van, wil ik uh, uitbreiden? Want ik kan echt, dan zie ik gordijnen en denk oh, fantastisch. Ja. ik, al ja, fantastisch. Ik, ik zie overal uh, handel ook wel in, ja. maar ook qua inspiratie. Uh, maar ik heb met Matten wel gekozen voor... Flooring in het breedste zin van het woord vloerbedekking. Ja, ja. En ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat ik een niche behoud. Want als je een lifestyle merk wordt, ga je concurreren tegen zoveel partijen. En ik denk dat het juist wel echt de kracht wordt van ons bedrijf dat we juist één niche kiezen en daar niet van afwijken. Okay. Dus. Ik heb daar de keuze in gemaakt. En als ik dan wel de ambities zou hebben om meer met interieur te doen, dan moet ik daar gewoon weer een ander huisje op gaan. Uh, ja, gaan dan zetten. los je dat ook wel weer op. Als dat ja. zo zou zijn. Ja. Waar sta je nu met Alex Matten? Kun je iets vertellen over, weet ik veel, cijfers? Maar niet uit welke hoor, maar gewoon Ja, idee nee, te ik kijken. vind dat zelf altijd uh, uh, lastig. Uh, in hoeverre je wil wat je wil delen. en... Um, uh, maar ik kan zeggen dat we, we zijn, als je nagaat, dat het eerste jaar zijn we gestart najaar van 2021. Nou, dat telt, dat zijn twee, drie maanden. Mm -hmm. Dus als ik januari uh, tot van 2023, 22 naar 23 vergelijk, ja. zijn we keer drie gegroeid ja. afgelopen uh, jaar. Kunnen je van leven? Ja, ja, ja. Maar ik kon. Want je deed zes cijfers, las ik ergens. Dus dat, maar dat kan één nou, ton zijn of negen ton. Nee, toen ik begon, dus, uh, uh, toen ik begon. Met Alex Matte had ik een interview in de quote. Ja. Ik heb heel snel hebben we, uh, uh, een flinke uh, omzet gedraaid. Ja, zo meteen gaan we uh, vertellen hoe dat kan. Ja. Um, we zijn aan, vanaf begin af aan heel hard gegroeid, maar mijn kosten zijn ook heel hoog. Dus ik vind ja. het ook altijd ja, het grappig soft, uh... als mensen praten over omzet ja. prima. Ik kan in, in omzet heel erg, uh, ja. uh, maar um, ik investeer ook heel veel. En ja. dat is wat ik zei: kijk, je kan tevreden zijn met wat je hebt mm -hmm. en denk van: nou, dit loopt. Ik ga elke maand uh, blijf ik werken, maar we blijven klein. Maar op dit moment alles wat ik verdien. Investeer okay. ik terug in het bedrijf, dus ik kan ervan leven. Ik haal er een percentage uit. Zeker ook om de gelijkwaardigheid met mijn partner te behouden, want dat vind ik heel erg belangrijk. Is je partner, mijn vriend? Dat is ook je partner. Oh, nee, dat, dus... niet uh, dat is mijn vriend. Gewoon, dus je zakelijk partner. Nee, kijk, 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 kijk. Ja. Um, um, maar het is het. Mijn focus met Alex Matten zit op, op de groei, dus ja. alle omzet. Uh, en de winst probeer ik zoveel mogelijk weer te herinvesteren. Waar verkoop je buiten Nederland? Verkoop je, uh, het verkoop je in het buitenland? Eigenlijk overal in het ja. buitenland: van, uh, van Zweden tot Noorwegen, uh, Duitsland, België, uh, Frankrijk, Spanje. En uh, wat, uh, hoeveel, heb je mensen in dienst? Ja, ik heb zelf in dienst. Of ja, 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 nee, ik heb drie mensen vast in dienst, ja? in loondienst. En wij werken vooral heel veel met freelancers. En je hebt ja, of ik, zit dat bij die winkel? Ja, zit achter bij de winkel. Okay. En, we, ik en werk distributie, graag... heb je dat uitbesteed of doe dat ja, zelf? De hele distributie hebben we bij, uh, bij een producent. Oké. Okay. En verzorging um, of bezorging, dat doen we deels ook zelf, deels met de producent. Oké. Okay. En daar sla je het ook op? Zeg maar, de, de matten die nog verkocht moeten worden, waar liggen die? Nee, wij alles maken wij custom made. Ah, ja, ja, ja. En daarom kunnen we ook zo'n breed assortiment aanbieden in verschillende designs en maatvoeringen. Het ah, wordt pas gemaakt op basis van de bestelling. Ja, en ja hoe lang maar dat we, gaan nu, we hebben nu een levertijd tussen de twee en vier weken. Ja. Meestal redden we rond de twee weken. Uh, maar nu met de kerstvakantie is iedereen een weekje dicht. Dan ben ik heel blij dat ik die vier weken de slag onder de arm uh, heb. Omdat je natuurlijk ook krijgt dat de kerst is al drukke tijd met ja. bezorging. Uh, doe je helemaal geen voorraad? Nee, nog niet. Want e-commerce, e ik nou, ben heel onbeduldig. Als ik dan zo'n toffe mat zie. Ja, nou, daar zijn we dus mee bezig. Want ik sprak ook een keer met de Kerst, een ondernemersvriend. En die zei ook. Je moet gaan. Uh, je moet zorgen dat je sneller wordt. En nou, zei, het, het raakt mij meteen aan de oude wereld, waarbij ik nooit kon geloven dat je dan bij een, ik, nou laat ik maar een soort noemen, de matrassenwinkel kwam en ja. dat ze dan met droge ogen zeiden van en over 16 weken heeft u, hem, en dat je dan vergast. Ja, maar als, als doe nog, normaal. Ik, ik bedoel, met mijn bank wacht ik nu twee maanden. Ja. Met mijn tafels heb ik bij een, een, een designbedrijf... Ja. een half jaar gewacht. Dus het is niet gek om, om iets moois, wat uniek, custom made okay. voor jou gemaakt wordt. Dan is twee weken even te wachten, dan is twee weken vind ik best wel snel. En ik moet ook vaak aan de klant leren: van hè, wij zijn geen Bol.com, we zijn geen salando, we zijn een klein startend bedrijf, yeah. die heel hard werkt en nog heel veel handmatig uh, doen. En we zijn ja. daar op dit moment voor aankomend jaar echt de doelen voor automatisering. Dus we gaan het allemaal effi nog be efficiënter aanpakken. Zijn we nu met de nieuwe webshop, met de nieuwe webshop ook bezig om dat nog beter, uh, ja, zo, zo min mogelijk handen eigenlijk ja. wil je ja. erbij. Zo kan je uh, ja, ja. Um, dus daar zijn we mee bezig om dat te versnellen. En ook om te gaan investeren in assortiment. En de nieuwe producten die ik aan het ontwikkelen ben op dit moment. We zijn nu vol bezig met nieuwe designs voor allemaal, nieuwe type vloerbedekking in de breedste zin van het woord. Uh, en andere type, andere type matten. Um, en daar ga ik wel snel, sneller straks uh, kunnen leveren. Ja. Ik zei in het begin gekskerend dat uh, drie welbekende Monika Ge Geuze, Romy Booms, maar de vrouw slash vriendin, ik niet vrouw, vriendin van, van Arie. Ja, vrouw van vrouw Arie. Van ja, ja. Arie. Uh, en uh, Arie is ook hier geweest. En uh, Naomi van As. Uh, ja. uh, hoe belangrijk zijn dat soort bekende influencers, hoe ze ook noemen, geweest bij de lancering van je product? Ontzettend belangrijk. Ik zeg ook, ik heb echt mijn bedrijf te danken aan de support. Van al deze vrouwen en nog veel meer uh, grote influencers. Ook in de interieurwereld, influencers die dan een hele sterke niche hebben in volgers. Mm -hmm. Heb ik mijn bedrijf te danken. Omdat uh, dankzij uh, hun uh, bereik online en dat zij hun producten hadden gekocht en gedeeld. Uh, ja, heeft mijn naam en bedrijf op de kaart gezet. Mm -hmm. En tot op de dag van vandaag werkt het gewoon het Allerbest. Doe je het nog steeds? Uh, ja, als een influencer uh, het on, 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 deelt. En dat zijn voor ons echt piekmomenten als ze alleen een story ja. delen met een... Uh, maar tech. is het een piek? Want daar ben ik dan, tenminste, benieuwd naar. Van, ik kan me voorstellen dat als een van die uh, influencers het post, dat je dan keihard piekt. Maar dan is het dan niet zo dat je daarna weer terugkomt. Stel je verkoopt, nee, het, even, je verkoopt ja. er vijf. Ja. En dan met een piek verkoop je er in één keer 500. Maar zak je dan niet weer terug naar vijf daarna? Nee, of nee, groei je da dan, nee. Dan groeien we tot... Als ik dan nu terug reflecteer naar het laatste kwartaal... groeien we elk kwartaal, we groeien nog per week... hebben we af en toe een, een piekomzet, dus dat mm -hmm, zit er dan wel mm -hmm. in. Uh, dus de, de pieken zitten in de weekomzetten. Wij, wij kijken eigenlijk altijd el, per, per week. Uh, maar de groei zit er in per maand, per kwartaal. Ja. Dus dan zie je wel dat je het dus opbouwt. Want je bereik, dat zie je ook op social media... je community wordt ook groter... Dus de bezoekersaantallen per dag zijn ongeveer hetzelfde. En als er een piek is, is het bijna dubbel zoveel. Is dat je enige marketing die je doet, influencer marketing? Uh, nee, we hebben, uh, ik investeer ook veel in Google, SEO. Uh, en ik moet zeggen, dat doe ik echt met, soms met pijn in mijn hart, want het is minder makkelijk te meten. Omdat je weet niet wie ons al heeft gezien online en dan uh, googelt en dan kan kiezen tussen gewoon ons normale domeinnaam of de paid de, de de, de click uh, maar sinds we dus uh, zijn ingezet op Google, dat is afgelopen uh, februari zijn we ermee gestart, heb ik ook een freelancer voor die dat voor ons beheert. Uh, sindsdien is die groei echt rigoureus uh, harder gegaan. Dus ja. ik moet ook zeggen, dus ik denk dat dat ook een mooie combinatie is van de influencers, het bereik, de branding en het um, vertrouwen uh, die je erdoor krijgt. Gewoon het, de... Ja, de testimonial in de ja. oudste traditionele zin van het woord. Iemand die je product aanraadt uh, of deelt, die het zelf heeft. Um, gecombineerd met ads, goede vindbaarheid. Uh, maar wij kunnen op best wel veel vlakken ons nog verbeteren met SEO. Daar gaan we met de nieuwe webshop ook ons helemaal op focussen. En uh, daarbij gaan we nu ook starten met advertenties op uh, Pinterest en... Uh, Instagram stories op den ja. duur, maar daar wil ik zo lang mogelijk mee wachten, omdat we op dit moment met onze eigen stories al een wijs goed bereik hebben. We hebben ruim 25.000 volgers op dit moment, Dus misschien als iemand dit luistert, is het alweer uh, dubbele. Wim, uh, <laughs> um, uh, maar we hebben echt qua stories: ik, ik, ik ben in die, ik heb veel influencer marketing gedaan voorheen yeah. en hebben wij een enorm bereik uh, op ons eigen uh, account op Alex Matte en ja, TikTok. En ik, uh, TikTok ook, nee, we hebben niet een enorm bereik, maar we okay. daar investeren we wel in, want die doelgroep gaat straks ook uh, moeder worden, huizen kopen en investeren. Maar op TikTok is nog niet voor ons de, de, de primaire doelgroep die huizen koopt. Uh, Schets je daarmee de primaire doelgroep er ook er een man. beetje? Ja, de, uh, de echte doelgroep is dat is best wel grappig om misschien om te zeggen, maar is precies de vrouw die ik was toen ik oogzwanger een nieuw huis Kocht, want we hadden een kamer een babykamer nodig. Het is een fase waarin je uh, een beetje naar binnen keert. Je krijgt een kindje, je krijgt kraambezoek je koopt vaak een nieuw huis met een babykamertje. En je gaat je huis leuk maken. Want het is ook een soort van. Ja, ja, een Fase in je leven waar je van vroeger altijd de deur uit kon, en kon stappen en uit eten kon gaan, naar meer een leven thuis. En dan ga je ook meer investeren in je, in je huis en in je interieur. Ja, het lijkt mij zo moeilijk voor jou om je dan te beperken tot alleen maar die deur. Nee, maar dat is Oh ja, ja. Maar dat moet ik. Ik was vanochtend in een heel leuk gesprek met de interieurdesigners. En dan ben ik ook aan het brainstormen. En dan zeg ik ook tegen hun van kaarsen tot aan gordijnen, banken. Dat is lastig als ondernemer. Hè? Focus ja, er zijn zoveel hè? leuke dingen. Zeker als creatief. Want ik ben deels ja. een ondernemer. Maar dat is ook altijd mijn bedrijf geweest. Om mee te denken voor andere mensen. Mm -hmm. Wat doe jij? Oh, mm -hmm. is dat niet leuk? Wil je dat niet inzetten? En dat is eigenlijk altijd mijn werk geweest. Om mee te denken met andere mensen. Hoe ze meer kunnen verkopen. Mm -hmm. Maar automatten worden dus een belangrijke extensie. Ja. Naast de deur. Ja. De ja. Ja. Dus dat, uh, ja, daar geloof ik. Ook, daar krijg ik ook helemaal uh, vlinders bijna van in mijn buik. Dat ik echt zin heb om daarmee te gaan, uh, gaan knallen. Maar ga je dan deal maken met een merk? Of ga je het allemaal zelf één op één? Nee, een dat, ik heb dat eerst over nagedacht. Toen dacht ik, is het zonde eigenlijk om me te beperken met één automerk. Ja. Als je er veel meer kan dienen. Dus toen dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Misschien in de toekomst ooit een keer een, een collaboration zou leuk zijn. Maar het is zonde ja. eigenlijk om um, daar, ja, je daarin te beperken. Um, dus we zijn nu bezig aan het kijken voor de, de webshop. Die zijn we nu. Uh, heb ik toevallig morgenmiddag een uh, afspraak over. Om dat uh, op te gaan zetten. En ik ben dus heel erg be bezig doen met mijn nieuwe designs. Dus ik ga ja, ja. ook donderdag naar Parijs toe. Uh, naar een uh, interieurbeurs. En daar heb ik ook met een designer afgesproken. En ik ben nu vooral ook heel erg in inspiratie aan het opdoen. Dus het is soms lastig je twee petten op in je bedrijf. Je bent deels. Uh, ja, uh, financieel, uh, strategisch. Vanochtend een contract getekend voor een Duits PR-bureau. Dus je maakt stappen, je, je plant budgetten. Ja. Maar anderzijds ben je ook te creatief. En ja. dan moet je ook een beetje naar de chaos, de inspiratie overal halen. Waar ik ook ben, maak ik foto's op Instagram. Als ik denk, je ziet, knip ik dingen uit, maak ik screenshots, knip ik plaatjes uit. Ja. En dat bewaar ik allemaal. Stel dat je nu moet kiezen? Welke rol zou je dan willen houden? Moet er eentje moet je loslaten? Oh nee, ik zou heel graag de, het financiële en het strategische en het, ook het management van het team straks kunnen overlaten aan iemand die die pet draagt. Ja. Zodat ik mezelf kan focussen op, op het creatieve. Want dat mm. is. Ik, toen ik, ja, toen ik uh, een klein meisje was, was ik altijd al aan het tekenen. En dat ik een hele kleurboeken vol met mijn eigen kledingcollecties. Uh, met de mode van 2020 2000, of zo tekende ik dan toen al. Um, dus ik ben altijd al ja, graag aan het tekenen en het ontwerpen. Vond ik wel leuk, want uh, ik las ergens dat het uh, je onderwijspad uh, zeg maar niet ideaal was. Of in ieder geval dat je in groep ja. 8 uh, naar VMbo werd gestuurd ja. tot jouw verrassing. Ja. Uh, en je ambitie was universiteit. Ja. Um, toen dacht ik, waarom eigenlijk of zo? Hebben we hebben natuurlijk ook heel veel discussie nu over, hè, waar is universiteit per definitie dan uh, beter de, de, of slechter? Ja, en, maar, en ik zeg terwijl nu wel. Maar voor jou, luister, van, ja, met je creatieve geest en zo, wie weet, was praktisch en met je creativiteit aan de bak een veel interessantere route dan, dan ja. een beetje de saaie Nou, universiteit. ik heb daar een heel grappig antwoord op, want niemand in mijn familie heeft uh, universiteit gedaan. Dus het was echt het laatste wat werd gepoest. Ja. Uh, mijn moeder zei zelfs toen ik HBO had gedaan en naar de universiteit wilde, van, oh, wil je niet liever gaan lekker gaan werken? Precies. Um, maar ik denk dat dat. Ik weet ook, ja, het klinkt misschien stom. Ik keek vroeger heel vaak naar Oprah Winfrey. <laughs> en daar werd altijd college en university. Werd altijd heel erg. Uh, en dan waren er scholarships. En ik denk dat dat me iets getriggerd het heeft. Het een wereldje of wat? Nee, nee dat op... ik dacht van: als ik dus iets wil bereiken. Dat stond van. Ambitie. Dus, als ik, ja, dus als ik het in mijn eentje iets wil creëren en maken. en het leven wil leiden van zoals ik zie van mensen op televisie. Dan moet ik universiteit gaan doen. Dus ik denk dat ik ben opgegroeid alleen met mijn moeder en mijn zusje. Dus al jong uh, ja, word je dan wel iets realistischer opgevoed dan misschien als je een zorgloze jeugd hebt in een gezin waar alles komt aanweien. Je vader was weg, of? Ja, op jonge leeftijd al weinig contact mee en later uh, helemaal niet meer. Okay. Um, dus dan ben je al heel jong bewust van ik moet het in mijn eentje zien te redden. En ik heb denk ik daarom altijd de universiteit als een soort van doel gezien. Als ik de universiteit heb gedaan, dan komt het goed. Dan heb ik in ieder geval een basis en ja. kan ik het altijd in mijn eentje redden. En was dat ook zo? Ja, ik ben heel dankbaar dat ik naar de universiteit ben gegaan. Omdat het me um, echt, ja dat klinkt heel gek, maar wetenschappelijk heeft leren denken. En het is een andere manier van leren geweest. Dus op HBO kon ik heel goed rijtjes uit mijn hoofd leren. Ik heb. Um, ik heb niet een hele brede maatschappelijke kennis, dus ook qua topografie of uh -huh. bepaalde geschiedenis. Uh -huh. of dat, dat, ja, dat, dat, daardoor voelde ik me vroeger wel eens dom. Uh -huh. um, maar ik kan heel goed leren. Dus ik kan heel goed dingen onthouden. Dus voor mij was uh, de middelbare school bijna lastiger met al die verschillende vakken dan dat ik ging naar HBO ging of universiteit. Omdat ik goed verhalen kan leren. En op de universiteit leerde ik niet alleen dingetjes leren, uh -huh. maar ook verbanden leggen. Dus ik leerde analytisch denken. En dat heeft echt me, ja, me anders leren denken. Veelzijdig mens ben je dan. Ja, nou ja, ja ik denk een combinatie van praktisch... Ja. En, en het is eigenlijk ook de twee petten... van het, het creatief kunnen zijn en willen zijn, lekker tekenen. En uh, als ik straks mijn dochtertje uit de school haal... had ik ook gezegd, oh, dan gaan we tapijten tekenen. <laughs> Omdat ik dan voor mijn nieuwe huis dat leuk vind... om dan met de kleuren met wie ik bezig ben al dingetjes uit te tekenen... Uh, maar anderzijds ja, ben je vanochtend weer uh, met uh, strategische pet op en financiële pet dingetjes aan het Spreadsheets uitzoeken. Spreadsheets aan het doornemen. Ja. 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 Um, wat heb je geleerd van de... Even, we gaan even mee als laatste doen, maar een paar vragen die ik je nog wil stellen. Uh, je hebt, in het begin van je carrière heb je in de mediawereld gezeten. Je ja. hebt bij The de, de Voice, wat nu een ja. behoorlijk besmet uh, format is. Ja. Ik hoop dat jij niet verkeerd. Nee, bent. Ja. nee, nee Kom, ik uh. heb echt alleen maar echt onwijs leuke ervaringen. Uh, ja. Wat, wat heb jij meegenomen uit die tijd? Want je, bent, je hebt zelfs presentatiewerk gedaan. Uh, Dagvoorzitterschap je, dagvoorzitterschappen. Dagvoorzitterschappen, ja. doe maar. Uh, wat heb je er allemaal van geleerd? En wat heb je daarvan meegenomen? Um, ja, ik denk dat wat ik het. Meest heb geleerd al van mijn bijbaantjes. Ik heb altijd tijdens mijn studie altijd gewerkt. Dat is een doorbitch. Uh, als uh, als, uh, als doorbitch, inderdaad. Als hostess bij Nachtclub, Jimmy Woo. Oh, dat, dat noem je een doorbitch. Doorbitch, ja, en dan ja. stond ik voor de deur en dan bepaalde ik of je wel of niet Aha. binnenkwam. Okay. Uh, maar dat is ook heftig. Weet je? Yeah. Dan heb je ook criminelen die je moet weigeren. Ja. Dus ik ben daar heel erg door uh, ontwikkeld in die fase. Dat heeft me echt uh, psychologisch hoe je met mensen om moet gaan. Streetwise. Hoe je mensen met niveau of, of of ja, op niveau kan weigeren zonder dat ze boos worden. Psychologie om met iemand te checken of ze naar binnen mogen zonder ze te checken. Zonder ze te judgen. Ja. ja. En daar een combinatie in te vinden, dat is achteraf echt een supergoede leerschool. Dus ik ga ook echt, als mijn dochter de stad in gaat, zeg ik: hup, oké, hier, naar, naar die in die nachtclub. Ik ken genoeg jongens die nu in het horeca leven, uh, restaurants of clubs hebben. Ga maar werken en ervaring opdoen en met mensen omgaan. Dus aan hosterswerk heb ik heel veel ja, mensenervaring opgedaan, um, maar mijn netwerk in de media, dat is vooral mijn netwerk heel erg waardevol geweest. Mm. Want tuurlijk is het ook de ervaring die je opdoet met social media. Dat zegt mijn uh, vriend ook wel eens. Je hebt die ten tower hour. Ten duizend ja, sorry, mijn ja, Engels ja, is echt. Ten ja, nee, nee, <laughs> ja. ja, dat is met social media. Ik, ja. ik was al heel actief toen ik 16 was op CE2. Uh, op MSN had ik al uitgespeeld, toen kwam hij, nou, daar zat ik echt dag en nacht op. Uh, ja. En toen uh, kwam Instagram, nou, was ik ook een van de eerste in 2012, ja, die uh. je toen downloadde als gekke app uit Amerika waar je filters kon doen. Ja. Als je ergens heel veel tijd en uren in steekt, word je expert. Yep. En hoe sneller je doet, hoe sneller je. Expert ja, ja. En, en ik vind het ook leuk. Dus ook YouTube. Ja. Ik ging toen voor Prenatal en Bol.com en stokke video's maken. Ja, dan ben ik ook gemotiveerd en dan wil ik alles weten hoe YouTube werkt. En die kennis kon ik dan ook weer meenemen naar Nicke Simon. Want of je nou een videoclip deelt of een, een filmpje waar je een product aanprijst, prijst. Het principe van je titel, je thumbnail, ja. uh, uh, de, 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 de magie van het algoritme, als je die snapt, dan maakt het niet uit wat je uh, verkoopt. En dat is hetzelfde met storytelling en branding. Het verhaal maakt niet uit of wat het. Is als je het nou. maar het, het, het ja de framework van het verhaal weet. Ik zal je advies vragen voor de thumbnail van dit interview om te zorgen dat we die zo goed mogelijk Nou, bevormen. ik moet wel eens zeggen, ik heb dan ook wel eens een interview gedaan. En is er een titel. En dan denk ik, wauw, ik weet het niet, maar ik denk dat die niet zo goed is. Ah, om bijvoorbeeld uh, dat ik denk van je, je ik heb ook wel namelijk uh, vlogs geüpload voor Prenatal. En ja. dan had ik eerst, toen ik dat nog niet helemaal door had, had ik een titel. nog ik later. Een paar maanden later dacht ik, oh nee, deze titel is slecht. En dan veranderde ik de titel. Nou, volgens mij, dit heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Hmm. Nou, en toen binnen twee weken hadden we gewoon wel 10.000 views meer erbij. Ja. Omdat die dan op, opeens weer wordt opgepakt. Ja. Uh, het is nu 2024, hè? Ja. Ja, hoe ver denk jij vooruit? Um, op dit moment heb ik voor um, EY, ik zit bij Ernst Young in hun Winning Woman program, en ik toegelaten. Wat voor mij echt een eer cool. is, we zijn in uh, oktober met elkaar bijeengekomen in Londen. We hebben allemaal cursussen en ja, trainingen gekregen en alle vrouwen bij elkaar. Zitten we zitten ook in een groepsapp wereldwijd mm. uh, en dan heb je een groep wereldwijd en je zit dus in je eigen jaar. Um, en ik heb nu weer een sessie met hen en dan moest ik een plan maken. Um, wat heel interessant is op zeven onderwerpen. Dus ik heb echt de afgelopen week mm. de tijd voorgenomen. En dat is ook wel weer goed dat iemand je daartoe dwingt. Want normaal ga je gewoon door. En dan neem je niet uit jezelf snel de tijd om heel even afstand te nemen. en naar alles te reflecteren. Dus ik heb me nu een heel mooi vijf plan gemaakt. En dat ik afwas, omdat ik ook echt dacht: ja, dit is een mooi vooruitzicht. En wat ik zelf heel erg heb, ook in een fase met nog twee kleintjes. Um, waarvan ik ook zie dat de tijd zo extreem hard gaat. En zeker nu net verhuisd, mijn kindje naar nieuwe school. Ik wil haar gewoon vanmiddag uit school ophalen. En ik kies daar bewust ook voor. Dat ik, ik werk heel hard, s'avonds door en de weekenden vaak ook. Um, die kinderen voelen dat en zien dat ook echt van... oh, mama werkt veel en die weet het. Maar ik ben er wel voor mijn gevoel op de momenten dat ik er moet zijn. Mm -hmm. En het voelt voor mij ook een luxe dat ik die ruimte heb. Dus zal ik daardoor iets minder hard gaan en iets minder snel... dan ik zou kunnen? Want we gaan al hartstikke goed. Maar ik zou... ja, dat, dan, dan kies ik er toch voor om dus de, te gaan voor de marathon... in plaats van voor de sprint. Omdat ik daarmee ook wel de rust creëer... die mijn gezin ook nodig heeft want je runt de gezin ook samen en het, het is niet alleen de kinderen ophalen, het is ook de zwemles regelen, zijn de hemdjes kopen, nieuwe sokken waar ze uitgroeien, nieuwe schoenen. Het is wel, de was, <laughs> de was <laughs> is ook uh, iets wat nooit stopt. Uh, het is veel allemaal bij elkaar. Ja. Uh, dus af en toe denk ik ook echt, het is het is bijna soms wel te veel. Uh, uh -huh. Maar ik heb gelukkig wel heel veel plezier erin, ja. waardoor ik juist ook wel de ja, de, de positiviteit en het leuke erin van kan blijven vasthouden en zien. Ik wens je daar heel veel uh, uh, succes en heel veel plezier mee. En dankjewel dat jij mijn gast was. Ja, bedankt. Jij bedankt dat ik hier mocht zijn. En uh, dankjewel voor het kijken naar uh, weer een prachtig ondernemersverhaal hier op CVD TV. En heb je zitten luisteren naar de podcast? Dankjewel voor het luisteren. En wil je meer van dit soort gesprekken zien of uh, beluisteren? Dan abonneer je via je favoriet podcastkanaal of uiteraard hieronder op uh, YouTube. En mis helemaal niks meer. Tickets op het belletje ook krijg je automatisch alertjes. En dan mis je helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel. はい。<music>